huis kan ik alvast even een update over geven. 8 miljoen euro. Let's go! Nog één verrassing voor jullie drietjes. Die is nu van jullie. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Kamp! Het is vandaag onze allerlaatste dag hier in Dubai, maar vandaag gaat het ook nog een hele super toffe dag worden, want Sarah heeft een aantal dingen hier geregeld voor ons. Wat gaan we nou doen? Ik ben heel erg benieuwd. En daarnaast gaan we zo ook eventjes richting ons huis hier in Dubai. Daar gaan we even een update over geven. Maar eerst moeten we even naar beneden toe. Daar staat de eerste verrassing op ons te wachten die jij hebt geregeld. Oké, we zijn beneden aangekomen. De allereerste verrassing van vandaag wat ik heb geregeld is een auto. Auto. En de auto is nu aangekomen. Dat is een busje daar zo. Die is echt leuk. Eerlijk? Dit is gewoon echt leuk. Oh nee, wacht. Daar gaat de vrouw. Krapje, hier links. Ila, jij wil graag een Honda of een Toyota, toch? Dit is vandaag onze auto. Wat vind je ervan? Vind je het leuk? Vind je het leuk? Nee? Grapje, jongens en meiden. De auto die ik heb geregeld is de auto van James Bond. De Aston Martin DB11. Jongens, wat vinden jullie hiervan? Dick, wat weet je hiervan? Dick, wat weet je hiervan? Ik weet wat er met hem aan de hand is. Nou? Hij staat natuurlijk aan die motor. Ja. Hij heeft natuurlijk auto's gehad waar super veel geluid uit komt. En hij zat net al een beetje zo. Ben je een beetje bang voor hard geluid? Voor die harde knallen. Sommige auto's kunnen toch die knallen laten komen? Maar deze is wel super snel. Kijk, hij heeft niet zo hard geluid misschien. Oh, deze is nog oké, toch? Perfect. Oké, we zitten in de auto en jongens en meiden, kijk hoe dik het is. Het is alleen wat minder groot achterin, maar we passen wel. Zitten jullie goed, jongens? Ja. Maar jongens en meiden, ik heb de auto geregeld via Elite Rentals. En we zijn vaak met Elite Rentals. We hebben de dikste jachten, dikste auto's, de beste service. Dus als je ooit in Dubai komt, moet je zeker even Elite Rentals checken. Oké, we hebben een stukje gehele auto even geparkeerd. We zijn hier met Syed. How are you? Welcome to Dubai. Als we met Syed zijn, is eigenlijk altijd één ding wat we gaan doen. Huizen kijken, showvilla's kijken, right? Yes. Dat is een van de dingen die we altijd wel even leuk vinden als we hier in Dubai zijn. De nieuwe projecten zien, wat komt er op de markt, wat voor huizen, een beetje inspiratie opdoen. Dit is dus niet ons huis. Ons huis kan ik alvast even een update over geven, die wordt nog gebouwd. We dachten vandaag daar te kunnen gaan kijken, maar ze zijn blijkbaar zo heftig nog bezig met werkzaamheden dat we de trein niet kunnen betreden. Ik hoop het de volgende keer te kunnen laten zien. Naar verwachting nog een jaartje denk ik, misschien nog iets lang, denk ik anderhalf jaar. Dan is het huis klaar. Wat we tegen de tijd gaan doen, dat laten we nu ook nog even weten. Kijk, wat een entrance. Wow. Echt serieus. Een lift hier zo, oké. Serieus, Esther, dit is als wel ik in huis een huis met een lift, ga ik toch nooit in? Nee, als ik vast zit in mijn eigen lift. Die heb jij niet nodig. Oh ja, we beginnen wel even. Badkamertje. Dit is gewoon de gastenbadkamer toilet. Dus dan ga je hier en dan kan één handen wassen en je hebt nog een... Oké, dit wordt een next level villa. Ik ben zo benieuwd hoe deze eruit ziet. Weet je wat de prijs is voor deze huis? Nou? 8 miljoen euro. Dat is wanneer die gemaakt is. Zodra die klaar is, gaat de prijs omhoog. Ja, dat is het dus. Als je hem nu zou kopen, 8 miljoen, dan wordt hij dus nog gebouwd. Dit is dus een show villa. Dus laten zien hoe die eruit ziet. Maar hij is pas over 3 jaar klaar en dan... 8 miljoen euro. Oké, we doen alsof het gaat kopen. Ja, dus wat krijg je voor een villa van... Zeker dik 8 tot 10 miljoen euro. Even voelen, hoe zit het hier op een bank in een villa op 8 miljoen? Lekker. Heel erg mooi. Kijk eventjes hoe gigantisch hoog en groot dit is. Loop je hier zo door naar je eettafel? Ik moet zeggen, deze... Nee, deze is te klein. Is te klein. Wij willen de tafel met 10 stoelen. Deze is 8. Is te klein. Wacht, 10 stoelen? Kom even mee. Kom even mee. Oh, wacht. Dit was het nog niet. Kijk even hoe leuk ze die villa's zeg maar ook al helemaal aankleden. Om echt een bepaalde sfeer te creëren. Heel erg mooi. Marcel, die liep mij. Oh, wacht even. We hebben het nog meer. We hebben het ook... Ja. Het tweede woonkamer. Tweede eettafel. Wacht even. Dus hier heb je dus ook nog eentje. Je smelt het? No, I smell, hè? I smell good. Yeah, you smell good. Do you smell good? No, hè? No, there's no smell. Sorry, you must go to the kitchen. That's the joke. Ik zeg, ruik Oké, maar ik weet wat het is met deze huis. Dat heb ik vaker gezien. Is dat ze een soort show kitchen, hè? Right? Ja, yeah, show kitchen. Dus dit is zeg maar, je denkt, oh, je bent aangekomen in de keuken. Maar dit is gewoon een show kitchen. Het ziet er gewoon leuk uit. Want een echte keuken bevindt zich dan achter een deur. Dus hier gebeurt het echte koken. Dat is het eerste wat ik hier doe. Dus echt ook showkeukens, puur ter leuk. Maar ik kan me hier wel van maken hoor. Maar ja, hey, weet je, we huren gewoon een MVP-chef in. Als je 8 miljoen euro geeft aan zo'n huis, dan moet je gewoon een kok hebben. We gaan even verder kijken.
Oké, zij het zegt, wat vinden jullie van? Ik zeg, ik vind het echt prachtig. Hij zegt, wacht maar, tot je naar boven gaat, dan ga je helemaal versteld. Dus ik ben benieuwd. Oh, beneden. Jeetje jongens, ik ben verliefd. Als je dit huis wat een huis. Ja. Dan krijg je hem ook exact met deze vloer en alles. Ja. Do you want to get in een golden elevator? Een golden elevator. Eskseran. Sorry, ik ga echt wel in een 8 miljoen euro huis villa. Ik wil het wel een keer ervaren hoor. Wie gaat er mee? Ik ga sowieso in deze lift. Niet springen, niet gingen. Wacht even, we kunnen naar beneden. We hebben zelfs 1 en 2. Ze laten ons achter. Want dit is gewoon een lift in je eigen huis. Wacht even, we moesten er 1 in rijden. Oké, ja. De andere wereld. Doe maar hoor. Oké, maar Eskseran, kom binnen. Ja. Je hebt hier de eerste kamer. Gewoon even gewoon een normale kamer weer. Een normale kamer. De lichten die gewoon opeens automatisch aan. Heel mooi, deze kleedkast. Dus krijg je er dus ook gewoon helemaal zo bij. Heel mooi ingericht. Heel erg leuk. Kledingkast. Heb jij de douche gevonden? Wauw, kijk hoe mooi. Gewoon die afwerking met marmer en goud. Dit is dus echt gewoon al helemaal zoals je hem krijgt. Very nice. Ja, dat is puppet. Oké, we zitten net als So, what we gonna look at is master bedroom. Master bedroom is gonna blow your mind. Oké, hij zegt de master bedroom. Gaat helemaal gek maken. Oké, ik ga me voorbereiden. Ik krijg gewoon kippenvel van. Ik vind het zo vet te houden gewoon om dit lekker te gaan kijken en genieten. En ik bedoel, hoe vaak loop je nou gewoon in een huis van verkoopwaarde als die af is? Is zeker, ik denk 12 miljoen euro. Yeah, what will be the price when it's finished? The price for this house is gonna be somewhere around 14 million euros. 14 million euros. 14? 14 million euros. 14 miljoen euro heb je dan over. Oké, dit is de entrance. Je krijgt mooi tijger-panterprint gordijn. Moet je wel van houden, van dit? Kijk alleen maar als je al naar buiten kijkt. Wil je ook? Wacht even. Waar gaan we beginnen? Zo, wat een gigantische ruimte. En ik moet zeggen, ik vind het heel mooi. Dat zwart. Ik vind dit echt ook met die afwerking op die muren. Een eigen terras. Laat heel even een show zien. Ze hebben zeker een zwembad. Kijk eventjes jongens. En dan gaan we even hierheen. Want hier heb je een inloopkast met een eigen make-up tafel. Kijk eventjes jongens. Wat mooi. Ik hoor Seran al zijn plekje te hebben gevonden. Ik hoor gewoon dat jij wat hebt. Hoe die er zit. Oh, wacht, ik doe het fout. Ja. Oh. Kijk even, hier is de douche. En dan heb je hier een badkuip. Nee, maar eerlijk, is dit real gold? Kijk die wasbak jongens, kijk hoe super vet. Oké, en eventjes het gevoel krijgen ook hier buiten. Dan word je wakker, stap je naar buiten. Ga je zitten, ga je een koffietje doen. Zwembad. Gaan we eens even kijken hoe de kinderen dan in het zwembad aan het duiken zijn. Oh jongens, wat is dit een geweldig huis. Oké, ik ga stuk. Wacht, kom even. Ik ben even in shock. Weet je wat zij me net vertelt? Nou? Dit is een showvilla, om te laten zien hoe het wordt gemaakt. Yes. En dat wordt aan de andere kant gemaakt van deze wijk. Oké. Zodra de plan klaar is en de showvilla niet meer nodig is, weet je wat ze gaat doen in deze huis? Nou. Weet je wat ze gaat doen? Afbreken. Ze gaat afbreken. Helemaal kapot maken, afbreken en weg. For another showvilla, maybe or. Nou, ik. Zij heeft they looking for somebody to live on it? We will volunteer. Ik bedoel, hey, ik zeg, ik wil hier wel wonen hoor. Als je je zoekt iemand, hallo. Maar voordat je denkt, hey, dit is de grond van al dit showvilla. Dat is één ding, een investering om te bouwen. Als in één keer echt 10.000 euro. Ja, en heel eerlijk, als je het huis wil kopen, je kan erin lopen en dan ziet hoe het is met de afwerking, alles, is het ook natuurlijk wel logisch. Ja, je koopt het niet op een plaatje. Echt wel mensen, precies. Oké, we zijn aangekomen bij de basement, dus de kelder. Kijk wat ze hier allemaal hebben. Als je al je vriendinnen uitnodigt om een yoga-sessie te doen. Ik heb bijvoorbeeld als eerste eventjes hier even de sauna in. Jeetje jongens, check dit. Kun je hier de sauna in of je kan hier stoombad is dat denk ik. Oh, maar sorry, heb je hier de sauna? Dat was de stoombad. Dat was een stuk stoombad, heb je hier de sauna. Sauna, jeetje. En dan kun je met alle dames even hierheen en dan kun je yoga doen hier zo. Ja, kun je eventjes yoga doen. Of met de boys kun je even... Oké, kom. Moet je ook, kun je met de boys... Oké, kom op jongens, alle mannen. Oh, oh, oh. Zelfs Pias! Oké, nice. Oké, MTV Grips, kom.
je hier zo komt. Nee, dit is een chill plekje. Dit is als papa even hier. Hey, dit is game. Oh, hier heb je nog even de derde tv-ruimte. Als alle heren of dames komen, dan moet je parkeren. Ja. Kom. Wat je dan hebt, is gewoon een eigen garage onder de grond. Oké, we strijden. Dit gaan jullie niet geloven. Dit gaan jullie niet geloven. Ik zie hier 1, 2, 3 plus 4. Wacht even. 7 parkeerplaats en dit zag ik ook. Gewoon een hele eigen. Weet je wat er is gebeurd? Zet je helemaal auto hier. Vol verlichting. Je ziet er niet zo goed. Het is een beetje wat te licht. Maar oké, zet je auto neer hier. Je hebt en de auto kan draaien. Het kan spin. Je kan gewoon je auto hier neerzetten. En hem laten spinnen. Oké, Sarah gaat eventjes een leuke reel opnemen volgens mij. Dus wij gaan nog heel eventjes lekker hier buiten kijken. En genieten en wachten. Dit is dus het zwembad. Lekker met een trappetje. Super leuk, ook dat kleine watervalletje, zeg maar. En een soort jacuzzi gewoon eraan vast. Omdat het een showvilla is en niemand hierin gaat. Waarschijnlijk gaat hier nooit iemand in zwemmen. Nou, dan loopt de tuin nog tot hier door. Je hebt hier lekker een zitplek nog. En lekker chillen in de avonden. Ook hier nog. Oké, we hebben nog één deur ontdekt. We gaan eens even kijken. Hier zijn we niet geweest. Even kijken wat ze hier binnen hebben. Oh, je hebt hier dus toch gewoon een hele ruimte? Ik zie hem op. Dit is de Man's Cave. Ik met papa aan het voeren. Ja, super leuk. Oké, we hebben de auto even geparkeerd. We hebben net wat afspraken gehad, is afgerond. We hebben wat dingen gedaan voor ons huis, dat allemaal afgerond is. En we zijn nu bij de volgende bestemming aangekomen. Dus een volgende verrassing. En dat is, jongens, jullie kunnen zien, waar zijn we nu aangekomen bij je? Bij de haven. En hier heb je super leuke jachten. We gaan zo op die jacht op met Elite Rentals. En die jongens, zo eerst dansje nog naar de auto toe. Okay. Nee, maar kijk, ze hebben zo'n klein lichaam. Oh, dit is echt zo. Kijk, kijk, kijk. Als je zo kijkt, lijkt zo'n lachspiegelachtig iets. Doe maar. Oh. Even de auto op slot. Yes, let's go. We gaan. Oké, we zijn aangekomen bij ons boot. Hallo. Zo, kijk eens aan. Dit ziet er weer goed uit. Julian is er ook bij van Elite Rentals. Oké, wij gaan even een jachttour doen zo. Dit ziet er wel echt uit alsof je gewoon even in zo'n huis komt. Dit is echt even anders dan de vorige keer, hè? Maar kijken, hier gaan we naar beneden toe. En wat hebben we hier beneden? Even snel de tour, kom. Oké, als we beneden aankomen, heb je hier een wc. Ja. Oké, dan weet je dat tenminste alvast. En dan hebben we hier een lekkere bed. We zijn altijd hartstikke blij met de bed, maar we slapen nooit in de boot. Maar het is altijd leuk om bedcheck te doen. Oké. Gewoon het idee dat je op een bed kan slapen. Kijk, even, zijn we er bijna. Wacht even, we zijn dus wakker geworden. Oh, wat een mooi uitzicht. Kijk. Het lijkt alsof het heeft geregend, dat die druppels. Nee. Oh, ja, dat wel. Maar kijk, dit is echt wauw. Oké, we gaan eventjes hier zo naar boven. Even kijken. Oh, eerlijk, dit is wel echt leuk en knussen, hè? Dit is echt een leuk bootje, oprecht. Oké, we zijn hier zo aan het varen. En check hier zo die skyline. Dit blijft zo mooi. Heerlijk genieten zo, hè, jongens. Oké, ik heb mijn zwembroek aan. Mimi heeft zijn zwembroek aan. Want we gaan zo meteen als eerst eventjes op de jetski. De zon gaat hier ook bijna onder. Alleen, we hebben iemand die heel erg ziek aan het worden is. Zeeziek. Dan zou je denken, Esra. Dit keer is het Debbie die een beetje zeeziek aan het worden is. Debbie, heb je tenminste iets waarop je op mama lijkt? Hè? Net zo slim en net zo zeeziek. Oké, daar gaat Sarah de Bias. Ga de camera overgeven aan Julian en dan gaan we knallen. Ik wil de camera overpakken met Lucie. Ja, we hebben hem. Oké, let's go. Oké, Mimi gaat eruit. Oh, pakkee. En nu komt er een stoere jongen die waarschijnlijk wel harder durft. Kom maar. Wat wil jij? Ik is stiekem rijden. Ja, we zijn heel veel golfje. Rustig rijden, ja? Ja? Rustig rijden. Oké, Eli die wil gaan rijden. Eigenlijk mogen hier geen kinderen nu varen, sorry. Oké, het gaan we. Hey! Ik val bijna, rustig. Ja, zit weer even lekker binnen, lekker warm, want het is best wel fris en koud. Maar Sarah roept mij en ik heb wel een idee wat hij gaat doen. Volgens mij gaat hij ons helemaal nat splashen. Maar hij heeft het naar zijn zin hoor, daar zo op de jetski. Dat is ijskoud. Oh, oh my.
Ja, dat is die Seran. Op een jetski kijken gaat, net een klein kind. Dat is jouw vader, David. Die vindt dat leuk. Oké, voordat ik jullie hier zo de view laat zien, jongens en meiden, is hier zo echt lekker eten ook aan boord gekomen. Oh, heerlijk. Mimi. Oh, wat heb je daar gedaan? Mia, zo moet je dit. Weet je wat hij doet? Hij heeft die hele bootjes op ons gewoon. Mimi. Stop. Zo eet je. Laten we gewoon eten, maar niet uit. Normaal eet je dus alleen die boontjes. Kijk, laat zien voor degene die kent die sojaboontjes. Eet je alleen deze. Ja. Dit is niet lekker, dit kan niet eens. Mimi, laat je boontjes zien over dit. Doe Oké, maar jongens, ik wil even op de laatste dag van Dubai vakantie, wil ik even een proost doen. 2, 1, Alleen opvullen. Oh, moet alleen opvullen. Is het nu wat laat geworden? Kijk hier jongens meiden. Dit is echt zo mooi. Ik kom nu ook allemaal bodem varen, omdat dit de avond ook echt zo mooi is. Oké, we zijn van de boot af en ik heb nog één verrassing voor jullie drietjes. En daarvoor moeten jullie even meekomen. Zie je het al? Zie je het al? Zie je het al? Vind je het leuk? Ja, ik heb voor jullie hier de Lamborghini Urus in een gele kleur. Die is nu van jullie. Hey, Debbie, ook even het geluid even goedkeuren. Oké, jongens, eventjes de binnenkant van deze Lamborghini. Check dit. Oké, wacht even. Opeens staat de muziek aan. Nee, doe dit zachter. Maar zij voelen het wel. Zet die muziek uit! Jongens! Waar zit de muziek? Oké, ik wou zeggen, waar zit de volume voor? Nee! Oké, dit is niet goed. Dit is geen geschikte auto voor ons, want zij kunnen hier blijkbaar de muziek bedienen. En dat lijkt me geen goede. Jongens! Hallo, we gaan geen chickies versieren hier. Yes. Oké, ik ben even de auto uit de kids open. Wij zijn namelijk aangekomen bij het kantoor van Elite Rentals. En hier staan normaal gesproken dus de supercars, maar ze hebben de hele toffe mooie supercars dus hier binnen staan. En normaal gesproken doen mensen die werken dat. Maar Sam zegt nee, ik doe het wel. Jij doet dit wel even. Als ik dwars door de ruit rijd ik wel een auto van 3 ton door de ruit. Heb ik wel iets gedaan wat ik nog nooit in mijn leven heb gedaan. Op jouw kosten. Oké, we gaan eens even zien. Wacht, ik laat je even zien waar hij doorheen moet rijden. Hij moet namelijk hier doorheen. Om hem vervolgens dus hier neer te gaan zetten. Als soort van showmodel voor daarbuiten. Even kijken. Oh, hij is al onderweg. Oh, hij doet het netjes. Volgens mij houdt iedereen zijn hart hier vast. Oké. Geeft wat hulp erbij. Hij moet daar dus natuurlijk niet tegen die desk aan botsen. Dat gaat net goed. Oké, dit even. Parkeert hij hier eventjes hoor. Doet hij even hoor. Hij staat perfect. Dat was een duimpje. Ja. Hij staat perfect. Maar eigenlijk mag dit niet doen voor het zwemmen. Oké, dat moet gewoon eventjes toch. Oké, de jongens hebben een andere auto gevonden. Oké. Jongens, hebben jullie liever deze of de Urus? Deze willen wij drukken. Oh, nee, wat drukken? Ik zou hun niet de sleutel geven. Ik geloof dat hij Geloof je dat hij kan rijden? Weet je wat? Hij rijdt gewoon dwars. Door de ruit heen, hè? Yeah. Oké, wil je auto aanzetten? Oké, doe maar niet.